Ford pakte uit met een belangrijke première tijdens de Best of Fan Experience, want het stelde er de zo pas gelanceerde Ford Transit Trail voor. Donc aujourd'hui nous avons en première belge le Transit d'automne en version trail ici présent juste derrière moi. Donc c'est un véhicule spécialement destiné aux usages approche chantier. De Transit Trail springt meteen in het oog met zijn opvallende grill. Iets dat we ook terugzien bij zijn pick-up broer Ranger Raptor. Net zoals de Raptor is deze Transit Trail gemaakt voor het zwaardere werk. Een belangrijke nieuwigheid is dat hij standaard beschikbaar is met een nieuw mechanisch perdifferentieel MLSD. Dit systeem stuurt het motorkoppel automatisch naar het wiel met de meeste grip, waardoor de wagen zich makkelijker een baan weet te vinden op onverharde wegen, grindwegen en ruwe of moeilijke terreinen. De volgende in het rijtje is een prijsbeest, namelijk de International Van of the Year 2020. Zijn naam? Ford Custom Plug-in Hybrid. Donc c'est un véhicule qui est totalement polyvalent et qui peut non seulement rouler en ville mais également sur autoroute avec un grand rayon d'action de jusqu'à 500 km. L'hybride rechargeable sur le Custom, donc c'est un véhicule qui est propulsé par un moteur électrique. Naast deze bestelwagens waren er ook twee pick-ups aanwezig. De krachtpatsers Ranger Raptor en de Ranger Wildtrak. En die laatste heeft een belangrijke nieuwigheid, want vanaf nu is hij ook beschikbaar in een gelimiteerde editie, de Ranger Thunder. De wagen valt op met een exclusief exterieur met rode accenten en een luxueus interieur. Geïnteresseerden moeten wel snel zijn, want voor Europa zijn er slechts 4500 exemplaren beschikbaar. Ford bespeelt vandaag de volledige markt van lichte bedrijfsvoertuigen en draagt sinds begin dit jaar een belangrijke titel. Depuis le début de l'année, Ford véhicule utilitaire est la marque numéro 1 non seulement en Europe mais également sur le marché belge. Donc c'est un aspect significatif pour nous puisque c'est également la reconnaissance de nos clients envers nos produits et notre marque.